Het is zaterdagavond. U kunt geen kant meer op. Zeppen is zinloos. Dit is Kopspijkers. Hier is uw gastheer, Jack Spijkerman. Yo! Vanavond samen met Peter Heerschop. Hartelijk welkom bij Kopspijkers. Even nog terugkomen op vorige week. Kopspijkers Dance for Life, 2 uur lang. Ik kan u vertellen dat ondertussen meer dan 2 miljoen euro binnen is voor die AIDS-projecten in Afrika. En dat vind ik fantastisch. Dus nogmaals, hartelijk dank daarvoor. Goed, Peter, had jij nog nieuws deze week? Er valt iets uit mijn rug. Maar dat gaat wel weer over. Had jij nog... Het gender valt eruit. Er valt wat uit mijn rug. Had jij nog nieuws deze week? Natuurlijk het overlijden van Prins Bernhard. Ja, okay. Toch een beetje een symbolisch figuur voor ons hele land. Verder nog iets opgevallen? Ja, Carrie heeft dan toch Mr. Big. Zeg maar. Ik heb geen idee over wie heb je het nou? Sex in the City. Kennen jullie toch wel? Mr. Big. Wat is dat? Dat is een serie van 4 vrouwen en die hebben het alleen maar over seks. Dat lijkt me een leuke serie. Daar ga ik naar kijken. Nou, een beetje laat, hè? Dat was de laatste aflevering. Lekkere tip. Ja, story of your life, hè? Ja. Als het leuk is geweest, komt Jack eraan. Kling. Goed, daar gaan we wat u in ons opviel in de media. Met dank voor alle tips die we gekregen hebben. Een deskundige jury heeft zich er weer over gebogen. En de leukste tip beloond met het covertje wat hier staat. Met die nieuwe cabaret-dvd erin. Evelien Kiefiet uit Ouddorp. Die krijgt hem thuis voor de leukste tip. Wat viel er dan allemaal op? Nou, in Man bijt hond gingen ze een collecte houden. Voor Geert Wilders, weet je wel, die nieuwe partij. En die had geld nodig en ging zijn collecte houden. En op straat. En dan was er één mevrouw die wilde niet geven. Maar dat was niet vanwege zijn ideeën. Maar dat had iets te maken met haar, met zijn uiterlijk, iets met haar. Maar mevrouw, niet omkijken hoor, mevrouw. Heeft u voor Geert Wilders een centje? Nee, hij zoekt voor hem. Nee, waarom niet? Hij moet nieuwe computers en zo. Ja. Of, Versies een haar, maar ze keert ze niet. Ja, vindt u het gek haar van Geert? Ja. Niet omkijken, mevrouw. U schrikt u dood. En er was een congres. Congres voor mensen met een handicap. En daar werden ook allerlei nieuwigheden vertoond. En zo was er ook een deurbel. Maar er zaten lampjes aan. Het was voor doven. Ja, want die horen natuurlijk wel niet. Maar die zien die lampjes en denken, er wordt geweld. Heel handig. Maar dan werd er wel bij gezegd dat die bel voor nog een groep gehandicapten met die lampjes heel erg geschikt was. Naast het tolkenprobleem is er volgens Jeanette Matthijs ook een gebrek aan begrip voor doofblinden. En dan met name vanuit de overheid. Een voorbeeld daarvan is de speciale deurbel met lampjes, die geschikt is voor blinden. Ja. Ja, nee. Ja, lijkt mij ook. En dan, natuurlijk, wij zeiden al, Prins Bernhard overleden. En er gingen veel geruchten over hem, dat hij ook buitenechtelijke kinderen had. En nou ja, van 1 dochter is dan, dat wordt dan ook wel meer en meer toegegeven dat hij er is. Maar ik dacht dat hij, die dochter in Parijs, wordt gewoon toegegeven. Ja. Maar ik dacht dat hij die 4 prinsessen die we hebben, dat hij die toch wel zelf gemaakt had. Maar nou komt Paul Rozemuller opeens met een onthulling, zeg. Oh, maar hij zit met prinses Maxima in een commissie. Dus hij zal iedereen daar wel allemaal heel goed kennen. Nou, het eerlijke antwoord is, ik heb prinses Irene begin dit jaar gemaakt. Een beetje laf om dat nu te vertellen en ik ben aan het overleden is. Tot zover wat u in ons opviel in de media. De komende maand word je op je werk doodgegooid met feestjes. Hè? Sinterklaasfeestje, kerstborrel, nieuwjaarsborrel. En Willeke Bezemer, welkom. Jij bent psychologe en seksuologe. Ja. Daar schuilt een gevaar in, hè? Die feestjes op het werk. Er is een onderzoek naar gedaan. Vertel. Nou, ik zou het niet zo'n gevaar noemen. Die feestjes op het werk, die leggen de hele huwelijks- en relatiemarkt eigenlijk bloot. Vertel. 1 op de 3 werknemers die heeft wel eens een verliefde relatie gehad met een collega. 1 op de 10 heeft ook wel eens seks bedreven op het werk. En maar liefst 4 van de 10 relaties die ontstaan op of via het werk. En ook Ik herken ze allemaal.
ook geheime seksuele relaties, hè? Ja. Het vreemdgaan op het werk is ook behoorlijk hoog. Ja, reken maar. Ja. Ja. Zijn daar aantallen van bekend? Nee, daar komt niemand vooruit. Dat kan ik me wel voorstellen. Maar stel, hè, je hebt een geheime seksuele relatie op het werk. Het naar het werk gaan wordt er wel vrolijker van. Ja, is dat ook uitgezocht? Ja. Nee, dat is aan een heleboel mensen gevraagd. En die vertellen dat ook. Nou ja, ze staan zingend voor de klerenkast. Op de pop naar het werk. Goed humeur, geïnspireerd. Ja, je wilt er een beetje leuk overkomen. Ja. Dus dat is ook wel heel profijtelijk. Dus als je eigen man of vrouw fluitend opeens 's morgens om 6 uur naar het werk gaat... Ik zou toch even... Ja. Dat zijn het dus. Een relatie met de baas, dat wordt ook wel gezegd, dat wel profijtelijk is. Profijtelijk is voor beide partijen niet, misschien. Al of niet open. Ja. Het is zo stom als je maar kan denken. Voor de medewerker, omdat die door de collega's... Nog meer met een scheef oog aangekeken wordt. Want alles wat er gebeurt, wordt natuurlijk naar de baas overgebriefd. Dus dan heb je geen leuk collegiaal leven meer. En voor de baas is het stom, want hij... Denk toch zelf ook niet dat hij even onbevooroordeeld leiding geeft... en corrigeert en promoveert en leuke klussen uitdeelt... aan degene met wie hij het bed deelt als aan degene met wie hij dat niet doet. Nou, geeft u adviezen aan leidinggevenden over dit onderwerp? Nou, stel, ik heb een hartstikke leuke jonge redactie... en ik ontdek dat de twee iets met elkaar hebben. Terwijl ze, de een is verloofd, de ander is getrouwd. Ja. En ik ontdek, wat voor advies geef je dan aan de leidinggevende? Ja. Want hij geeft adviezen aan bedrijven. Ja. Nou, verbieden helpt niet en met verbieden zou je dus die huwelijksmarkt versteren. Ja, ook nog. Dus dat moet je niet doen. Wat je wel moet doen, dat is zo'n openheid creëren... en ook met deze mensen in gesprek gaan... dat je ze ook kunt laten zien dat er loyaliteitsconflicten bij hun collega's ontstaan. Ja. Ja, want die collega's die kennen die partner bijvoorbeeld. Ja. Nou, dan is die kerstborrel er of dan is die nieuwjaarsborrel er. En wat er dan gebeurt, dat is dat je weet dat iemand op het werk... met een ander iets moois heeft, maar dat hij thuis ook iets moois heeft. Ja. Nou, dat is een loyaliteitsconflict en daar moet je je collega's niet in willen plaatsen. Het mag dus wel. Alsjeblieft, wel. Ja, dus dan kan ik dat tegen haar zeggen. Mooi. Dat was je enige vraag. Dankjewel. Ja, Willeke Meesmer, dankjewel. Peter is gerustgesteld. Dankjewel voor je komst hier. Oké, dankjewel. Peter, we gaan naar jouw hoekje. Belangrijke gast. Ik weet niet, volg jij een beetje de verkiezingen in de Oekraïne? Ja, ontwikkelingen daar met die door Rusland gesteunde kandidaat Janukovic. Die is gekozen, zegt hij, maar dat is helemaal niet waar. Okay. Dat is vals spel gespeeld, want eigenlijk is Yushchenko de winnaar van de oppositie. Ja. Nou, het is een, nu komt er ook een komen nieuwe verkiezingen. Het is een heel smerig spelletje geweest, want die... Yushchenko, die hebben ze vergiftigd. In ieder geval, die hebben ze geprobeerd te vergiftigen. Dat zie je stond in Trouw, hè? Ja, moet je kijken. Dit is een foto. Nee, dit is, dat is geen grapje. Artikel van de week in Trouw. Daar is hij 2 maanden geleden. Links, links. Dat is, dat is een mooie man gewoon. En dan hebben ze hem geprobeerd te vergiftigen. En dan is dat ervan overgebleven. Ja. Zo ziet hij er nu uit. Okay. Heel smerig spelletje. Nou, jouw gast. Ja, nou, dan moet je ook nog weten dat de oppositie daar... De kleur is oranje. Ja. Zij hebben allemaal vlaggetjes en ballonnen, oranje hemdjes. Nou, en heb ik een... Een hele slimme neef, die is daar gelijk op ingegaan. Leo. Dit is een jongen die weet overal geld uit te slaan. Dus, en waar is die dan? Nou, als het goed is, komt hij zo direct binnen via de satelliet. Oh, kijk, daar heb je al het... We hebben contact. Hey, Piotr! Leo, hoe gaat het? Alles prima. Ah, oké. Ja, je ziet het, ik sta op het grote plein van Kiev. Ja. Nou, ik zit naast Jack Spijkerman. Ja. Hey, Jack. Hey, Leo heet hij toch? Leo, wat doe je? Hoe gaat het? Ja, wat ik aan het doen ben, ik zag die protesten van de oppositie hier en ik zag al dat oranje. Ja. Toen dacht ik, bingo, ik heb zelf ook nog een paar loodsen van het oranje spul. Dus dat ga je verkopen of zo? En, Ja, kijk, in Nederland moet je nu wachten tot de WK 2006 begint. Maar ik dacht bij mezelf, ik kan ook nog even een klappertje voor de kerst maken. Dus ik heb 2 vliegtuigen met die rotzooi volgegooid en neer naar Kiev afgereisd. Zo. Ja, en verkoopt het? Als de tiet van Tante Riet. Zo. Maar bedoel, heb je een ingang? Heb je contact? Hoe gaat dat? Beetje een ingang. Ja. Ik regel dat allemaal via Yushchenko zelf. Zo, hè? Yushchenko zelf? Ja, dat is typisch Leo. Hoor. Die verkoopt nog zaklantaarns voor de Tora Bora aan Bin Laden zelf. Hoor. Ja. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb ongeveer 90% van de merchandising van Yushchenko in handen. Oh, hoe is het mogelijk, man? Ja. En, vindt hij dat goed? Vindt hij goed? Nou ja, vraag het hem zelf. Hij staat hier naast me. Hè?
Krasnoertje. Hey. Hello, Mr. Yushchenko. Yushchenko. Ja. The one guy, that's Peter, Piotr, that means friend. Who is that? The other one, that is Jack Spijkerman. Hello. Why you was not drowsy, Jack Spijkerman? Yes, will you me tell you? Wat zegt hij? Leo, wat zegt hij? Ja? Of ze jou ook geprobeerd hebben te vergiftigen. Het is van alles. Sjaaltjes, vlaggetjes, fluitjes, petjes, leeuwtjes, noem maar op, joh. Ook die balletjes voor op de auto, weet je wel, die had van die kleine balletjes. Die hebben de meeste mensen hier niet. Ah, Meer ik er al in lotte. Nee, joh, wat? Hij zegt, ja, je kan ze wel proberen op het oor van een ezel te zetten. Ja. EK88. EK88, ja, daar zijn ze gek op, joh. Spulletjes van de EK88. Toen speelden ze tegen de Russen. Nou, alles wat tegen de Russen is, vinden ze magistraal. Gol het. Wat? Nou, of ze ook die grote Indiaan met die trommel kunnen kopen. Nou, van mij wel, hoor. Ja, mooi. Dat was het. Ja, hij ziet er geweldig uit. Yushchenko, do it! Do it! Do it, Yushchenko! Janukovic is de hoer van Oekraïne. Janukovic is de hoer van Oekraïne. Janukovic is de hoer. Ja, we zijn hier aangekomen voor het spel. Goedendag. Ik heb weer twee gasten gevonden die ons spel gaan spelen. Ja, beide kandidaten, dus heb ik overeenkomsten kunnen vinden. Ze hebben allebei ook wel iets met geld. Hij bijvoorbeeld maakt jaarlijks de quote 500, hè, van de rijkste Nederlanders. Hij presenteert ooit miljoenenjacht. Beide hebben een vriendin die Verbaan heette, Georgina en Renate. Er zijn ook wel verschillen, hoor, dus deze twee heren. Hij studeerde bijvoorbeeld Nederlands recht. En hij studeerde aan de Amsterdamse Academie Financieel... Bank en Financiën, maar een stuk korter dan Jord, denk ik. Ja, je hebt het korter gestudeerd. De hoofdredacteur van Quote en de directeur van Media Republic, Jord Kelder en Winston Kersna Novic. En ook samen in business met iets tv op telefoon? To Go TV, daar hebben we allebei onze eigen zender, ja. Ja, en zijn het nou concurrenten van elkaar? Nee, of niet? Nee, complimenten. Er zit een samenwerking. Dat kun je dan op de telefoon kijken. Mooi. Ja, heer, het zijn fragmenten uit de actualiteit. Laten we eens even kijken. Ja. Van de week coachte Balkenende een jeugdvoetbalteam in het kader van een of andere jeugdactie. Laten we even kijken. Het plein voor de Tweede Kamer was vandaag even een voetbalveld. En er werd ook echt gevoetbald door kinderen. De coaches waren niet de minste, Marco van Basten en Jan-Peter Balkenende. De coach van het blauwe team, Jan-Peter Balkenende. Die van het andere team, de bondscoach, Marco van Basten. Eerst maar eens de wedstrijdbespreking. We gaan eens even pakken opstellen. Ja, nou, Balkenende, vlak voor het begin. En je ziet, dit is het team van Balkenende, keurig in het blauw-oranje. En, nou ja, behalve natuurlijk dat die keeper. Maar wat is nu de domste vraag van een coach die die kan stellen vlak voor het begin? Wat zou de domste vraag zijn? Wie het dichtst bij zich dan slaan? Vinden jullie het goed als ik ga keepen? Is een mogelijkheid. Wat zou jij de domste vraag vinden? Jullie weten dat je in hetzelfde goal moet scoren of zoiets? Zou ook dom zijn. Laten we goed luisteren wat de domme vraag van Balkenende is. Eerst maar eens de wedstrijdbespreking. We gaan eens even praten over opstellen. Wie staat in doel? Ja. Wie staat er in het doel? Jij zat het dichtst bij in feite, want je had het over een keeper. Dus jij was aan. Je zat het dichtst bij. Het was een vraag over de keeper. En nou is niet zo'n nichtenslag. Gewoon een hard. Ja! Maar het is geen nichtenslag. Geen meteen die grote man. Ja, nee. Hij komt helemaal goed. Steeds meer Poolse klusjesmannen.
steeds meer Poolse klusjesmannen komen naar Nederland. Ja. En een van die Poolse klusjesmannen wordt geïnterviewd. Hij spreekt nog geen woord Nederlands, dus ze hebben er een tolk bij gehaald. Ah. Waldek Nitsiporowicz is een maand of vijf in Nederland. Hij schreef zich als zelfstandig ondernemer in bij de Kamer van Koophandel en is sindsdien in te huren als klusjesman. Hij is de Nederlandse taal nog niet machtig en daarom maken we gebruik van een Poolse dame die wel tweetalig is. Hoe bevalt het in Nederland? Nou, duidelijk vraag. Hoe bevalt het in Nederland? Nou wil ik weten. A. Het bevalt hem prima. B. Het bevalt hem slecht. Of C. Geen mening. Ik denk dat hij zegt... geen mening. Geen mening. Nou, het is net zo takkenweer als in Polen. Maar ik denk dat hij zegt het probleem is dat je hier alles zwart moet doen. Ja. Zou wel kunnen. Laten we luisteren. Hoe bevalt het in Nederland? Ja, gaat heel goed. Ja, nou geen mening, want we hebben zijn mening niet gehoord. Jij mag slaan, geen mening. Ja. Kijken jullie wel eens naar Extreme Makeover? Dat is een programma waarin vrouwen iets aan hun lichaam laten doen. Dat komt voor. Dat komt voor. Wat is je vraag? Maar hebben jullie dat wel zien? De Amerikaanse, daar wordt echt extreem verbouwd. Het gaat hier over twee dames, maar het gaat ons om die Katie. Let even op. Now before we bring them out, let's just take one more look at how big their transformations were. Dit is die Katie. Kijk. Kathy voelde zich als een opgelaten tiener en vond van zichzelf dat ze lelijk was. Ze worstelde met haar gewicht en haar neiging om snel op te geven. Nu is ze een prachtige vrouw die haar droom heeft waargemaakt. Dat is haar man. My reaction to her when I first saw her was just a wow. It is unbelievable. Mooi, hè? En echt, alles is aan haar verbouwd. De haar is anders, de neus, de lippen, de borsten, de billen, de dij. Alles is aan haar verbouwd. En hij zegt ook, goh, perfect. Maar wat is nou het eerste waar hij voor valt? Dat hij denkt, oh, dat, waar hij echt blij van wordt. Wat is nou? Beautiful. Ja, wat de mooi. Lippenstift dan misschien. De lippenstift, yeah. Ja. Nee, nou, ik denk dat hij vindt dat ze hetzelfde is gebleven. Dat ze zegt, ach... Niet veranderd. You haven't changed. Yeah. Oké. Okay. Nou, laten we kijken wat hij het allermooist vindt wat er gebeurd is. Wat hij het eerste noemt. Allebei slaan. Ik vind, jongens, dit kon je niet voorspellen. Mooie laarzen. Komt u erbij. Wij gaan samen. Jij, samen, tegelijk. Ja, nou, even recht zetten, anders krijgen we ongelukken. Goed. Jongens, in een of ander programma zit een mevrouw. En die was, vertelde ze, 9 jaar geleden getrouwd. Het was een hartstikke leuke trouwdag geweest, maar er was één foutje gemaakt. De foto's zouden gemaakt worden bij een Porsche, maar die waren gemaakt bij een Ferrari. Ja, sommige mensen hebben problemen, dat geloof je niet. Daar heeft ze 9 jaar van wakker gelegen en ze gaan nu alsnog de goede foto's maken. Er staat een andere auto dan nog had gemoeten. Daar gaan we nu eindelijk na 9 jaar verandering in brengen. Gelukkig. Een foto maken van jullie met de Porsche. Maar dan moet je natuurlijk wel weer in je trouwjurk. Nou ja. De vraag is simpel. Past die of past die niet? Een simpele vraag. Na 9 jaar, Winston. Ik denk past die niet, of past nee, die denk niet? Jij denkt het niet. Nee, die past zeker niet. En die auto ook niet meer, denk ik. Nee. Ja. Nou, laten we kijken. Je past hem hij nog. Hij past hem nog. Ze zegt het ook. Wat prachtig ze er toch nog uitziet. Voor de leeftijd. Hartstikke mooi. En die jurk, die past... Oh! Oh, dit is het normaal. Slaan, heren. Allebei goed. Yo. Ah, ik heb dat ding nog niet één keer gedaan. Ja. Daar kun je best voor slaan. Voor klappen bedoel ik. Want dat is een geweldige brug. We gaan naar de grote dames. Winston, voor jou staat er een. Jort, voor jou staat er een. Let op. Het is 4 december, het is Sinterklaas. En daar gaat vaak iets mis met Sinterklaas. Kijk. Let op. Ja. De lolbroek van de familie. De leuke oom. Ja, ik voel hem al. De leuke oom zingt in plaats van een Sinterklaas liedje. Olé, olé, olé. Want hij hoopt de lachers op zijn hand te krijgen.
Krijgt hij de lachers op zijn hand of niet? Ja, ik denk dat hij het zo... Ja, de lachers, de lachers op zijn hand. Nee, dat gaat zeker lukken. Laten we kijken. Slaan, allebei. Ja, en dan gaat het rommel. Echt hard. Wie ga jij eerst? Jij gaat Jort, maar eerst. Heel hard. Ja. Zo hard als je kan. Ga jij eerst? Ja. Ja, dat kan hij. Hij moet alleen even recht, hè. Sloeg je op deze? Ik had hem bijna op hij moet nog. Hard, hè. Want hij moet nog in. Je staat nog die andere Sinterklaas-filmpjes die je altijd doet. Nee, ik ja, heb, kom op, nee, man. Ik heb gezegd vorig jaar... Ja, ik, nee, niks ervan. Ja, ik zit hier ook altijd de zomertijd aan te leggen. Schiet dat op, was man. Voor het laatst? Nee, niks voor het laatst. Ik heb expres gevraagd om op, hier op 4 december te zijn om al die filmpjes nog een keer te zien. Goed. Met die brommer en, ja, en dat hij op de paard ligt. En in die boom. Weet je, al die... Neem ik eerst even afscheid van Jort Kelder en Winston Kersandowicz. Dank jullie wel. Voor de allerlaatste keer zet je dvd aan thuis, je videorecorder kan niet helemaal, want hier komt voor de allerlaatste keer... Zit die brommer erbij? Sinterklaas! Ja, die zit erin. Ja! Kijk maar! Sinterklaasje, Sinterklaas. Hey! Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u... Ja, ik ken ze allemaal al. Even, oudjaarsavond komen we weer met Spijkers jaaroverzicht. 6 topgasten, de allerleukste fragmenten van het afgelopen jaar. Alle cabaretiers zijn er dan. En het is van 10:30 tot de klok van 12. En dan gaan we ook weer 2 wensen vullen. Maar 2 leuke wensen, 2 ludieke wensen. Mooi. Als je zo'n wens hebt, dan moet je nu deze week schrijven aan VARA Kopspijkers. Postbus 175 1200 AD in Hilversum. Dus niet via e-mail, alleen de geschreven brief met leuke wensen. Gaan wij de 2 vullen op audio. In een straaljager. Vliegen in een straaljager. Nee, want dat zijn altijd van die makkelijke wensen. Ferrari, straaljager, die krijg je 1000 keer. Dus dat soort wensen hoef je niet of mee te komen. Met een hele mooie, bekende Nederlandse vrouw. Of, dat kan. Ja, in een straaljager. Nee, dat weer niet. Nee, goed. Nou, schrijf deze week. De afgelopen week stonden ze weer gezellig te posten bij Paleis Soestdijk. We hebben er ook een foto van. Dat was natuurlijk in verband met de toestand van Prins Bernhard. Dat zijn de vaderlandse paparazzi.
Maar dit zijn koorjongetjes vergeleken met de paparazzi in Engeland. Een team van de BBC ging mee met hele bekende Engelse paparazzi. En daar was ook een Nederlandse documentairemaker bij, Joost van der Valk. Welkom. Hoe groot is die paparazzi-business, die robot-business in Engeland? Groot. Ja? Groot, ja. Want je hebt vier dagbladen, tabloids. Ja. Die moeten iedere dag gevuld worden. Ja. Die drijven op de foto's van celebrities en... Ja. En dan heb je nog een hele batterij weekbladen waar dat soort foto's ook allemaal in moeten... Ben je mee geweest? Hoe ging dat? Hoe deed je dat? Je bent met twee fotografen mee geweest, geloof ik, hè? We hebben een bedrijf gefilmd, Big Pictures. En die hebben 22 fotografen in dienst. Mm-hmm. En wij liepen met hun allemaal mee, hoorde je dagelijks van... Nou, dit gaan ze vandaag doen, die ligt daar voor de deur, die gaat daar naartoe. En dan... Maar had jij dan ook een camera? En, ja. Maar zo'n grote camera lijkt me toch dat je... Nee, zo'n kleintje, want ik moest echt de meest rare dingen doen in de bosjes liggen met ze in de auto, heel veel achtervolging. Ja, want die achtervolging, daar hebben we beelden van. Het gaat om Gary Halliwell. Van de Spice Girls. Hij kent Sex in the City niet. Nee. Erg, hè? Ja. Maar die laten we zien, die gingen jullie achtervolgen. Vertel even. Dan weten jullie zeker dat ze is, hè? En dan? Nou, dan springt ze in de auto, ze gaat ergens naartoe. Je weet niet waar naartoe. En dan wordt het achtervolgen. En is dat leuk? Ja. Ja? Ja, daar zit wel een adrenaline in. Geeft je een kick? Ja, dat kan ik wel zeggen. Had je dat verwacht van jezelf, dat je daar een kick van zou hebben? Nee, want voordat ik dat... gesprek had, sollicitatiegesprek, moest ik die avond ervoor nog alle tijdschriften stampen om al die bekendheden te leren kennen. Ja. Dus ik wist er helemaal niks van eigenlijk, van die hele business. Nee. En ineens krijg je er dan zo'n kick van, nou niet van. Nee. Ja, en hier hebben ze het. En nou, hè. Urenlang achteraan gejat. Nou, maar dan de foto, moet je kijken. Nou. En dan denk ik, hè, dit is het. Joost, eerlijk, dit is het. Al die moeite. Ja, dat, nou ja, goed. Het is een klein bedragje dit, toch? Dit is niet dit is geen grote. Nee, want het gaat natuurlijk om het verhaal wat zo'n foto vertelt. Maar want als er een heel heftig verhaal bij hoort, of iemand heeft zijn relaties zijn opgebroken, of weet ik veel wat. Ja, ik denk, dus dan, als het iets schokkends is, dan... Ja. Maar er gaat er eentje achteraan. Jullie hebben die rollen verdeeld. Jullie werken met de 22 en dan gaat er altijd eentje achter. Jullie die fotografen werken in... Of sluit je ook wel eens iemand helemaal in? Linksaf, dat we... Wat ze dus doen is ze floating around noemen ze dat. Ze gaan door de stad rijden en dan gaan ze naar bepaalde hotspots waar ze dan zouden zitten. En dan als je dan iemand naar buiten komt die bekend is, dan kan het heel goed zijn dat er dan ook net andere fotografen van andere bedrijven rondlopen. En dan heb je soms gewoon ineens dat er een stuk of 30 van bovenop zit. Word je toch knettergek van? Dat lijkt mij. Ja. Die Engelsen houden ook van ranzige foto's, hè? Ja. Die heten? Ja. Nou, je hebt bijvoorbeeld de upskirt shots. Dus kijk, dat is... Ja. Hebben we ook even uit die dom... Kijk, dan proberen ze iemand... Ja. Ja. Dus even uitgebleed. Ja, ze moet wel naar de dokter, want er is iets niet in orde daar. Want dat drukken ze dan weer niet af. Ze halen trucs uit, heb ik begrepen. Ja, Peter, het gebeurt. Nog veel langzamer zou dan het eigenlijk in... Ja. Maar ze halen ook trucs uit om iemand recht in de camera te laten kijken. Ja. Vertel ja, even. Nou, daar heb ik inderdaad een voorbeeld van. Ik was op een gegeven moment, waren we in Cannes voor het filmfestival. Ja. En ze waren stiekem foto's aan het maken van een boot. En Justin Timberlake, die was daar bij het zwembad, bij dat hotel, aan het poedelen, zeg maar. Ja. En ze wouden dat hij even in de lens keek voor een mooie foto. Nou, daar hebben ze een trucje op. Ja. Darren wants a shot of Justin looking straight at the camera. And he has a plan to catch his eye. Get your top off. It's always handy having a glamour model around. He's getting up now, that's him. Ooh, trouser snake, come on. Dan gaat Sam ook roepen, hè? Justin! Ja, en dan gaat hij. Ik weet... Nou ja. Oké. Okay. Ik maak dit nooit mee. Ik vind het jammer. Wie zijn de grootste sterren die jullie gevolgd hebben? Voor mij was dat Porsche en Beckham. Toen met die affaire, toen hij een affaire zou hebben gehad met Rebecca Luce. Ja, toen heb je gevolgd. Die waren op wintersport, hè? En daar hebben we beelden van. Laten we eerst kijken naar die beelden. De Beckhams op wintersport. Kijk. Moet je eens kijken. Al die fotografen eromheen. Yeah. One member of the family at least seems rather overwhelmed by all the attention. Dat kind raakt overstuurd.
Het kind is echt overstuur van. En dan denk ik, wat een zootje ratten. Dat kind is hartstikke over de toeren. Ja. Dat is toch vervelend? Ja, dat is de ene kant van het verhaal. Aan de andere kant is dat zij dus wel ook de pers gebruikt. Want zij neemt het kind zelf mee naar buiten, weet dat die fotografen er zijn. En gebruikt ze min of meer omdat zij een soort image wil is geven. Is dat opzet? Ja, want ze gaat bijvoorbeeld hierna, dat hebben we dat stukje, dat hebben jullie dan geloof ik niet om te laten zien. Maar dan gaat ze echt zo heel leuk met hem in de sneeuw spelen. En heeft zij die fotografen ingelicht dat ze daar zijn? Die fotografen zijn erop afgekomen, want die weten dat zij daar die vakantie viert. Ja. Maar dan vervolgens gebruikt ze om helemaal uit te gaan naar buiten te komen en daar gewoon toch een beetje een spelletje mee. Dus in die zin zou je kunnen zeggen dat ze ze ook gebruikt. Ja. En haar kind ervoor misbruikt, dat vind ik dan ook wel. Ja, misschien, maar dat is, ja, precies. Maar je weet natuurlijk niet wat haar, ik weet niet wat zij denkt. Maar zij denkt niet veel. Dat, nee. Maar dat geloof ik namelijk niet. En nu, word jij nu ook paparazzi? Nu je dit mee hebt gemaakt als documentaire maken? Nee, nou ik heb dus wel de adrenaline ervan gevoeld. En ik vond, vond het wel hartstikke leuk om te doen. Ik heb ook een baan aangeboden gekregen als paparazzi. Maar ik had toch bepaalde ethische bezwaren. Het klinkt heel braaf, maar ze gaan toch vaak te ver. Het doet me deugd te horen. Ja? Ja. Nou, ja. Misschien als ik jou op vakantie ergens tegen zou komen met een, dat ik kan een cameraatje bij me, dat het dan toch wel... Nee, hoort. Dan komen er hele kwaaie dingen bij mij naar boven. Wanneer is die documentaire te zien? 5 januari is het eerste deel. BBC, bij de BBC. Komt BBC je ook nog op de Nederlandse televisie? Misschien. Misschien. Oké. Okay. Ja. Joost van der Valk, dank voor je komst. Dank je wel. Dank je. Ja. De laatste bewoner van Paleis Soestdijk is overleden. Paleis Soestdijk is straks leeg. En dan? Een bord in de tuin. House for sale. Hier is Margriet Eshuis. Zijn donker, het grote hek is dicht. Waar binnen tegen het stof een groot wit laken over elk meubel ligt. Op 15 graden staat de thermostaat voor het geval dat het vriezen gaat. De wachthuisjes zijn onbemand. De stallen staat geen enkel paard. De anjers in hun vaas verdroogd. De buks hangt ongebruikt boven de haard. Een doosje van Chinese lak met opgedroogde pijptabak. House for sale. Hallo, Margriet Eshuis, dankjewel. Goed, we gaan naar de Gouden Zwatelaar bestemd voor mensen die zwatelen. De kandidaten tot nu toe. Het is een hele rij. Er kwamen er vorige week nog 2 bij. Goed, vandaag ook weer wat kandidaten. En dat zijn de laatste, want nou, dat leg ik straks wel uit, want dan gaan we kiezen. Editie NL had een onderwerp over steek je nog de helpende hand uit op straat als er iemand iets overkomt. Wat hadden ze gedaan? Ze hadden een acteur op een fiets, die liet zich vallen. En dan keken ze hoe de mensen reageerden. Luister en kijk goed naar die mevrouw. Hoe dan ook, er blijven mensen die liever liegen om er vanaf te zijn, dan dat ze besluiten een mens in nood te helpen. Daar gaat iemand net ontzettend hard met zijn fietsen op zijn gezicht. Ja. En u loopt er langs. Ik heb helemaal geen erg in, want ik zit in mijn tas te eten. Dus het is niet zien gebeuren. Echt niet zien gebeuren. Nee, anders had ik echt wel gestaan. Ja, nee. Dit is zwatelen. De tweede kandidaat, die zagen we in Live & Cooking. Daar zat een of andere schoenendeskundige en die had het over iets nieuws met schoenen. Zijn er ook bijzondere functies nu in schoenen? Er zijn hele bijzondere functies, met name technisch gezien. Er is een Engelse uitvinder, Trevor Bayliss, en die heeft schoenen bedacht waaraan je je mobieltje kunt opladen. Mooi, mooi. Maar voor wie denkt zij nou dat dat handig is, dat je met je schoenen al lopend je mobieltje kan opladen? Voor wie is dat handig?
Maar dat heeft echt een nuttige functie. Bijvoorbeeld, neem een derde wereldland waar ze geen elektriciteitsvoorziening hebben. Je gaat water halen op je schoenen, heen en terug. Dan kun je de rest van de avond gewoon gebruiken. Ja, je gaat water halen in een derde wereldland, 100 kilometer verderop lopen. Wat denken ze dan? Dat je gaat bellen, het water is op, moet het cola, mag dat ook? Wat een zwatelaar. Nou, jullie beslissen wie gaat er mee naar die eindronde. Is dat die mevrouw die zegt dat ze helemaal niks gezien had terwijl er iemand op zijn gezicht ging? Of is dat die mevrouw die van de derde wereldlanden weet dat ze amper te eten, te drinken, geen nagel hebben om hun kont te krabben, maar wel eens een mobieltje hebben? Is dat die? Gaat die mee naar de eindronde? De komende week gaat Bureau Onderzoek een telefonische enquête houden onder de vaste kijkers. Daaruit komen 3 eindkandidaten en daarover, die maak ik volgende week bekend welke 3 het zijn. En daar mogen jullie dan kiezen en dan de week erop zullen zien aan wie ik hem ga uitreiken. Ik ga nu naar de bar. Ja! Meneer Van Tuyl van Seroskerken. U bent veteraan en u was 60 jaar bevriend met prins Bernhard. En nou zeggen ze wel eens dat mensen die elkaar heel lang kennen, dat die bepaalde trekjes van elkaar overnemen. Is dat bij u ook zo? Heeft u ook een aantal karakteristieken van prins Bernhard overgenomen? Nou, dat vind ik een heel bijzonder vraag. Het is natuurlijk wel zo, als je elkaar 60 jaar kent, dan neem je wel eens een gebaartje over. Of een bepaalde manier van denken, of bepaalde fascinaties ga je dan delen. Maar of ik nou een bijzonder specifiek element van de prins heb overgenomen, dat zou ik echt niet weten, hoor. Wat eventjes, u bent ook in Duitsland geboren? Nee hoor, ik ben een geboren en getogen Amsterdammer. Geef mij maar Amsterdam, dat is mooier als Parijs. Het is dan Parijs. Ja, dat zijn die verdomde naamvallen. Ik haal ze altijd door elkaar. Dat had de prins ook. Dan haalde die naamvallen door elkaar. Dan belde die het Goethe-instituut van, hoe zit het toch verdomme met die naamvallen, weet je wel. En dat is een schitterende. Peter, hij weet er heel veel van. Ja, ik wil even afspreken. Ik heb het wel gehad zo'n beetje. Ik wil geen anekdotes over prins Bernhard. Wil ik gewoon niet meer horen. Dan krijg je een hele moeilijke avond, want we zitten hier met meneer Van Tuyl van Seroskerken. Die heeft de prins 60 jaar gekend. Oh ja? Ja. Meneer Van Tuyl van Seroskerken, ik heb wel eens gehoord, als je elkaar heel lang kent, dus als je 60 jaar, dan schijn je ook bepaalde trekjes over te nemen. Is dat ook bij u zo gegaan? Dat vind ik een bijzonder moeilijke vraag. Maar nou we het er toch over hebben, ik vind persoonlijk dat het beeld wat nou in de media geschetst wordt over prins Bernhard, dat een eenzijdig beeld is. Het is altijd weer hetzelfde. Prins Bernhard, dat is neushoorns, safari, Lockheed, snelle wagens, jonge vrouwen, pief, paf, poef, panda's en dat soort dingen. En dat is, de prins had ook een andere kant. Ja. Maar die andere kant, die bestaat niet. Ja, en dat is natuurlijk een geluid wat we tot nu toe heel weinig hebben gehoord vanuit de inner circle van de prins gemaal. Ja, dames en heren, Ferry Mingelen van de Raad van Dag. Ja. En dan zie ik ook Clary Polak van Nova. Ah. Ja. Mag ik daar inhoudelijk even op ingaan? Nee, Clary, want ik zie nog meer mensen. Ik zie hier Henk van Dorp. Ja. Ja, dankjewel. En ik zie dus blijkbaar een goede vriend van prins Bernhard daar. En mooi, welkom ook. En, dag, goede vriend van prins Bernhard. Ja. U heeft de man 60 jaar gekend. Is het nou ook zo dat je dan bepaalde trekjes van elkaar gaat overgeven? Ja, hallo, goedemorgen. Zijn we er nog? Die vraag is al gesteld, inhoudelijk. Juist. Nou, het is misschien toch wel leuk om even te vertellen hoe ik prins Bernhard nou ontmoet heb. Dat is namelijk gebeurd bij de doop van een affaart. Ik weet niet, mevrouw Polak, of u weet wat een affaart is. Ja, dat is het onderstel van een kanon. Dat is het onderstel van een kanon. Ja, ik wil geen anekdotes over prins Bernhard. En daar zit Peter, dan een onderstel. Ja, dank u wel. Peter, even wie, wat, waar, waar zit ik? Wat is dit voor bijeenkomst? Nou, de journalistiek ligt nogal onder vuur. Dus ik denk ik organiseer voor jou een journalistenforum. Ja, juist. Ik zal het even uitleggen, Peter. Aan de ene kant van het journalistieke spectrum zien we Clary Polak van Nova,
degelijk, betrouwbaar, integer en fatsoenlijk. Ja. En aan de andere kant van het journalistieke spectrum zit Henk van Dorp. Ja. Dankjewel, Ferry, goede vriend. En, en daarnaast zien we natuurlijk weer Jack Spijkerman, toch officieel de voorzitter van het cabaret, van wie je zou mogen verwachten dat hij toch wel af en toe de leiding zou nemen in dat cabaret, maar van wie we tot nu toe heel weinig hebben vernomen. Goed, dankjewel. Dankjewel, Ferry Mingelen. Mooi, een journalistenforum dus. Nou ja, laten we het dan meteen maar hebben over die foto van die Mohammed B. zonder balkje, die in Opsporing Verzocht vertoond werd, maar pas helemaal aan het eind van de uitzending, om maar zoveel mogelijk kijkers helemaal mee naar het eind te nemen. Want ja, wat doen ze nou moeilijk over die foto van Mohammed B? Ja. Ik vond die foto van Theo van Gogh een stuk gruwelijker. Nou, dat is zo, dat is zo. Ja, ik weet wel wat ik moet zeggen om in de smaak te vallen. Ja, ja, dat is zo. En met die opmerking kon Peter zich afscheiden als de groep Heerschop. Mooi. Schiet me nou te binnen, zeg ik, reed een keer met de prins, reed ik door Diemen met een hele snelle auto. Diemen, dat heette toen nog niet Zimbabwe, maar dat heette gewoon Diemen. Dus we reden in een hele snelle wagen, moet je voorstellen. We reden daar door de bepaalde kom, met een vaartje van 140, 50, 43. Het was de winter van 43 was dat. Een Formule 1 wagen kon in die tijd hooguit 100. Nou, dan ken je de prins niet, die trapt dat ding tot zijn staak in. Dus wij gingen naar 150. Wat gebeurt er? Er komt een veldwachter aan. Nou, die herkent de prins. En dus die maakt meteen een hele grote diepe buiging van. En wat zegt prins Bernhard op dat moment? Dat is zo kernachtig. Die kon dat zo mooi zeggen. Zei die, kom op even. Ik zal dat nooit vergeten, hoe de prins dat. Ik schiet gewoon weer, als ik eraan denk, ik schiet gewoon weer in de lach. Dus hij kon dat zo puntig formuleren. Ja. Schitterend was Ja, maar wat zei prins Bernhard nou? Want ik wilde die foto van Mohammed B. Wat zei die nou? En, nou ja, de prins die zei van, dat was een machtig karretje in een bepaald opzicht. Ja, dat bedoel ik dus met anekdotes over Prins Bernhard. Ja. Schitterend. Zeg, jongens, ik zit hier nu al 2 minuten naar te luisteren. Ik heb nog niks wezenlijks gehoord. Gaan we het toch ergens over hebben? Lockheed, Geert Hofmans affaire, toekomst van de monarchie. Ja, Clary, goede vriend. Het is allemaal wel waar wat je zegt, maar het is niet leuk. Maar waarom moet nieuws leuk zijn? Nou, anders wordt er niet naar gekeken. Kijk, wij nodigen altijd een paar mensen uit. Die gaan dan door elkaar heen praten. Ja. En dan kondig ik de band af. Dames en heren, dit was u twee. U twee, dames en heren. Ja, fantastisch. En dan zijn de stelling van vandaag is... Clary Polak zou het veel beter doen als ze eens een keer de krulspelden van Jeroen Pauw zou lenen. En dan gaan we er even uit voor de reclame en dan komen we weer terug. En dan gebeurt er heel veel en het gaat allemaal helemaal nergens over. Dus iedereen kijkt. Daarmee hoor je natuurlijk een hele conflict dat al jaren woedt binnen de media in een notendop. Aan de ene kant zien we de conservatieve fractie. Die van mensen die zeggen al die toeters en bellen. Is dat nou eigenlijk wel helemaal nodig? En aan de andere kant heb je juist weer mensen die zeggen... Hey, als ik mag kiezen tussen aanslagen in Fallujah of lieve walvisjes die zijn gestraft... Oh god, ja, die walvissen, dat is... Meneer Spijkerman, ik was ooit met prins Bernhard... was ik dus op een walvis-safari in de Barentszee. Meneer Vertelgen, Serious Kerk, ik wil het hebben over die foto van Mohammed B... die pas helemaal aan het eind van Opsporing Verzocht vertoond werd. Precies, het is toch gênant dat die foto als loketje wordt gebruikt. Dat je eerst een uur naar wildplassers moet kijken, naar tasjesdieven... en dat het pas helemaal aan het eind dat die foto wordt... Het gaat überhaupt... Waarom moet ik daar naar kijken? Het gaat niet om het uiterlijk, het gaat om het innerlijk. Het gaat om de inhoud. Moet je voorstellen, zegt dat die walvissen... Die komen dus op een gegeven moment boven water. Ik pak mijn knaller om die aan de prins te geven. Ik kon de prins op dat moment niet bereiken. Hij was aan het bellen met de Volkskrant omdat het cryptogram niet klopt of iets dergelijks. Ik geef die blaffer, die geef ik dus aan de prins. Hij zegt, nou, laat maar zitten die blaffer, want het heeft geen zin om op dieren te schieten waar al een gat in zit. Meneer Vertelgen, ik wil het hebben over die foto van Mohammed B. zonder balkje. Er wordt hier inhoudelijk journalistiek een grens overgeschreden. We hebben het nog altijd over de vermoedelijke dader die veroordeeld is... voordat we weten of die het wel is. Ja. En die nu door die foto inhoudelijk niet meer over straat kan. Nou, ik denk niet dat Mohammed B. De komende week of zo zomaar over straat gaat, hoor. Nou, dan ken jij het Nederlandse rechtssysteem nog niet. Pak vol. En met
die opmerking komt de groep Heerschop gelijk al op 26 zetels. Ja. Ja, want het gaat helemaal de verkeerde kant op met ons landje. 27 zetels. Ja. En wie is weer de dupe? De gewone man. 32 zetels. Ja. Ja, maar er is dus nu wel met behulp van de journalistiek, notabene de publieke omroep, een einde gemaakt aan de anonimiteit van daders. Nou, dus, nou, dat vind ik verschrikkelijk. Ja, maar dat is dan weer typisch, zo'n opmerking van intellectueel Nederland. Het gaat erom dat heel veel mensen die foto hebben gezien, er zijn 50 tips op binnengekomen. Ja, mag ik daar inhoudelijk een vraag over stellen? Doe dat maar even niet, Claire, je goede vriend. Want wat zijn dat eigenlijk voor tips? He, daar komen we niet achter. Dat wordt angstvallig geheim gehouden. Ik weet zeker dat 49 van die 50 tips over het uiterlijk gaan. Hoezo? Nou, dat soort tips krijg ik ook altijd na elke uitzending. He, meid, trek eens een leuke blouse aan. Meid, ga eens naar de kapper. Meid, doe eens lippenstift op. Ja. Ja. Nou, u hoort het. Hier komen we binnen deze termijn waarschijnlijk niet uit. En misschien is dat maar goed ook. Want zo blijft er tenminste behoefte aan mensen die de zaak duidelijk en helder en misschien een tikje neerbuigend kunnen uitleggen. Juist, mooi. Dan wil ik jullie bedanken voor je komst. Meneer Van Dorp wil ik bedanken. Ik wil mag ik nog één dingetje zeggen? Ik vind dat wij zich niet aan hun moeten aanpassen, maar dat hun zich maar eens aan ons moeten aanpassen. Hoeveel zetels zit ik nu? 76 zetels! En dan heb ik dus een meerderheid. En dan ga ik nu gelijk even ingrijpen. Dan ga ik eerst de belastingen afschaffen. Ik maak een eind aan het fileprobleem. En als derde een eind aan die typetjes die altijd maar dezelfde... Bravo, ja. Kan ik meedoen met de groep Heerschop? Jij kan meedoen, maar wij zijn natuurlijk duo-presentatoren. Ja. En dan moeten we naar de kiezer wel even duidelijk communiceren wie de leiding heeft bij ons twee. Ja. Dus dan spreek ik af dat ik ben de baas. Dan ben ik de aanvoerder. Ben jij de aanvoerder? Nee, dat helemaal duidelijk is. En dan is artikel 1 een verbod op anekdotes over Prins Bernhard. Nou, dat vind ik leuk dat je daarover begint. Want ik zal nooit vergeten, ik was met de prins op een safari in Papua Nieuw-Guinea. Mooi. Om dit was Kom Spijkers. Tot de volgende week. En die waren daar dus allemaal bij. Dus die prins die ziet daar zo'n kleine Papua. En wat ik nou helemaal vergeet te vragen. Jullie zouden toch met je collega Frits zou je naar die nieuwe zender van John de Mol gaan, Nickelodeon. Hoe zit het daarmee? Nou, dat is afgeketst vanwege een te zware eis aan de kant van de Mol. Oh, en wat was die eis? Nou, Frits en ik zouden de naam van de zender foutloos moeten uitspreken. Likkerdikkelinolium. Likkermiljoniem. Nou ja, dat is geen probleem met die dan. Laat maar gaan. Dus die prins die schiet die Papua in één keer uit zijn peniskoker, zeg. In één keer zo.